terug bij een nieuwe aflevering van Never Have I Ever. Ik zit vandaag hier met twee bekende YouTubers. We kennen ze allemaal. Aan mijn rechterkant heb ik... Ik ben Jardy. En ik ben Rochelle. En voordat we van start gaan, jullie weten het! Zijn jullie ready? Helemaal. Een beetje, een beetje. Ik mijn hele lichaam trillen. Ik zie het niet. Kunnen jullie even inzoomen? Dat ga ik extra. Voordat we van start gaan, gaan we shotten. Oh my god. Let's go. Oké, op drie. En 1, 2, 3. Oh my god. Wat een bliep. Dat is gelijk. Roosje, je zegt, in plaats van het alcohol naar binnen gaat, komt het eruit. Ja, maar. Ik ben trots op je. En we gaan van start met de eerste ronde. Jullie kennen de spelregels. Ik stel vragen. Degene die als eerst 5 keer I have heeft, is de loser. Duidelijk. Yes. Oké, dan gaan we van start. Nooit heb ik ooit een sigaret gerookt. Yes, I have. I have never. Maar dan had ik per ongeluk die rook ook mee geslikt. Want ik wist dat je een sigaret moest roken. Na die gering heb ik het nooit meer geprobeerd. Ja. Heb je gehoest? Ja. Ik heb echt veel gehoest. Maar daarna heb je niet meer gedaan? Nooit meer. Hey! Nooit heb ik ooit geschreeuwd tijdens een horrorfilm. Wie doet dat nee, niet? Nee, bij die jumpscares. No, I have never. Denk ik. Nee. Mm. Als ik soms naar zelf sommige mensen kijk, schrik ik ook. Hè. Dus de last time horrorfilms. Dus I have. Wow, calm down, Jamal. Kan je een voorbeeld opnoemen van iemand? Nee. Dat gaan we hashtag cancel Rashid in 21. Nooit heb ik ooit mijn ouders verteld dat ik bij een vriend logeerde, maar ergens anders was. Ik wens dat ik I have kan zeggen. True. Nee, ik heb nooit. Jullie zijn het is ook moeilijk voor ons, want we zijn helemaal van de rechterhoek. Ja. En dan moet je een boot nemen. Iedereen van die buurt. Iedereen van die buurt daar gaat weten waar we zijn. Dus we kunnen niet jappen. Jullie kunnen deze dingen niet doen. Nooit ben ik ooit in iemands DM's geslijd. Ja. Ah ja. Ik ga het nooit meer doen. Ik ga dat ook niet meer doen. Is niet gelukt. Ik heb gehuild voor 2 maanden lang. Die was toen niet meer gereject. I have. En? Die persoon was straight. Maar het wil zeggen dat jullie geen vrienden kunnen zijn. Ja, we zijn wel vrienden, maar niet dat ik dingen. Dat je iets zoekt. Nee, niet meer. Mm-hmm. They're okay. Lost. Oh my god. Okay. Nooit heb ik ooit op het laatste moment een date afgezegd. We gaan niet op dates. Maar dan moet je weer oversteken. Dat. Is dat I have never? Oh ja, yeah, I have never. Maar dan is het niet romantisch om je date op juist op die boot te hebben. Dan gaat die boot omkantelen. Ja. <Yeah. laughs> Je weet maar nooit wat er kan gebeuren, hè. True. Nooit ben ik ooit afgewezen geworden door iemand die je leuk vond. Ja, dat heb ik net gezegd. Not a great feeling. Maar is erg. Dus ik weet, maar hoe heet het, mijn future, weet ik misschien dat ik wel iemand ga vinden. Dus. You will, you definitely will. Nooit heb ik ooit iets gedragen dat ik uit mijn veulen was heb gehaald. Jara wil weten wat die uit. Oh my god, ja! Oh my god, ja. Dus we gingen ergens, maar hadden we geen kleren meer. En het was echt last minute dat we het hebben gepland dat we ergens anders zouden gaan. Hebben we gewoon dezelfde kleren. Ja, of ja. 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 Maar een deel van dezelfde kleren hadden we aan. Ja, maar we hadden ja. Het stond niet. Gelukkig niet. Gelukkig. Oké, nooit heb ik ooit op school gehuild. Ah ja.
ik zie iemand huilen, ik weet niet eens waarom die persoon huilt. Ik huil ook niet. Ik ben heel emotioneel. Ja, heel erg. Ik wil het proberen. Zo. So. Jullie beiden hebben verloren. Dus dat was het. Jullie beiden moeten weer shotten. Wat? Wat een bloem. Oké, guys, we gaan het proberen. Als er een mes in mag, weet ik niet waar. Mag ik mijn neus dichtmaken? Ja. Oké. In het leven moet je dingen proberen. En als je het niet probeert, ga je nergens komen in het leven. Daarom ga ik het doen. Hashtag I love myself. Okay. En op drie. 1, 2, 3. Oh my god, dit is zo gross. Did you die? Die geur van dit dan. Ik als die man. Nu moet je wel namen noemen. Nee. Nu moet je wel namen noemen. Maandag ga je dadelijk zien dat ik word aangevallen. Oh. Je bent gemeen, boy. Nooit heb ik ooit het hart van een geliefde gebroken. Nee. Ik ben bang om contact met iemand te hebben. Nope. Maar zeg maar, je zou contact hebben met iemand die, die jou leuk vindt, maar jij vindt die persoon niet leuk. Hoe ga je om daarmee? Oh my god, I look you have, als ik erop denk. Dus ja, you like rejected someone? Nee, dat is ooit dat... Ik ging balen dat ik die persoon vals opgeven. Ging ik mee in die dingen van hem. Ja, zo. Dat laatste moment wilde ik niets meer. Heb ik hem gewoon geghost. Damn! Dus dat weet ik dat. Dus het is een I have. Ja. Nooit heb ik ooit een kledingstuk van mijn best friend aangedaan. I have. I have never. You have never? Nee. Nooit heb ik ooit een bericht verstuurd waarna ik er meteen spijt van had. Ja, ik heb het ook. I have. Wat hebben jullie verstuurd? Wat heb ik weer verstuurd? Dat die persoon mooi was, maar die persoon was niet mooi. Je bent shady, boy. I love you. Je bent echt shady. Waarom heb je dat gezegd? Gewoon. Ik weet niet. Jammer, meisje. Meisje. Ik weet niet. Ik had een soort apology gestuurd naar iemand. En die persoon heeft me gewoon zo gelaten. Upload. Dus dan had ik liever die apology dan niet gestuurd, kan je zeggen. En dat. Nooit heb ik ooit een screenshot gestuurd voor iemand voor wie het niet bestemd was. No. Nee. Hey. Ja, boy, inderdaad. Wie? Met die groep app. Dan heb je aan die verkeerde app groep gestuurd. Ja, hè. Welke groep? Dan had je van met je schoolvrienden gestuurd. In plaats van ons. Misschien dat kan. Ik heb het vergeten, niet, ja. Ik moet de mensen zien. De mensen! Jullie zijn hoe oud? Hou op! Nooit ben ik ooit gepest geworden. Tuurlijk! Nee, niet. We worden elke dag nou misschien gepest. Mm-hmm. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Gewoon geen aandacht schenken aan die soort mensen. Want hoe meer ze aandacht geven, hoe meer ze je gaan pesten. Dus ja. That's the spirit. Nooit ben ik ooit overvallen geweest. Wat is dat? Anyway. Nee. Dus je gaat ergens... Je bestelt iets en die persoon is onbeschoft. Overvallen in any form. Ah ja. Wallis. Die vrouw was onbeschoft. Ja, voor mij. Maar toch hou ik van haar niet hoor. En dan ga je. De tweede ronde is voorbij. En... Jordi. Je moet weer shotten, boy. Hey, hippie. Je gaat straks slapen, je gaat zien. Je gaat liggen op de grond.
Terus saya kayak aku harap, oh saya lupa dari lo. Oke, dus de stand is 2, stand op 1. Roche, je hebt gewonnen. Period, I'm always the winner. And that means Roche mag Jordi dus een challenge geven. Een challenge? Een challenge. Je mag anything verzinnen dat hier kan geschieden. Oh yeah. Ik vind dat Jordi een van zijn schoolvrienden moet bellen en zeggen dat hij straight is. Oké, wat wil ik dat nu doen? Jawel. Zo. Waarom is hij nou? Hallo? Ja? Zoe? Ja? Ik moet jou wat zeggen, boy. Wat? Weet je, dus ik ging zo net dingen doen. Ik was op Facebook, dus eergisteren show, daar had ik een meisje ontmoet. Een meisje, ik had haar ontmoet op Facebook. Uh-huh. Dat ik denk dat ik nu gevoelens voor haar heb. Ik denk ik ben misschien biseksueel of straight. Hou je weg, hou dat is je probleem, wat kun je met haar gaan? Ik ben straight, ik heb gevoelens voor meisjes. Wat ben je, ik hoor achtergrond van mensen. Nee, sorry, even serieus. Ik heb echt gevoelens voor meisjes en ik wil nu met een meisje, hoe heet dat, mijn leven doorbrengen. Wat vind je ervan? Ik denk dat is niet een goed idee. Waarom niet? Ik wil toch kinderen hebben, ik wil ook trouwen. Je kan adopteren, boy. Ik wil mijn eigen kinderen, mijn biologische kinderen, sorry. Sorry, ik huil, sorry. Sorry, waarom moet je me zo laten? Oh my god. Zoe is klaar! Zoe is lying. Is lying, ja. Ja, mijn hele lichaam doet mee. Dat is een good friend. Ze kent je. Ze kennen jou goed. In out. In en out. Mm-hmm. Oké, okay, so dat was het voor deze aflevering van Never Have I Ever. Jordi, jij... Nee, ik bedoel Roche, jij bent de winnaar. Wat is met me? Dat is die alcohol, hè? Ik heb maar één shot genomen. Maar Roche, jij bent de winnaar. En yeah. You deserve the ribbon for that. There he is. Applaus. Oké, gaan jullie me helpen afsluiten? Tuurlijk. We gaan ze groeten. We gaan barbari maken. Want ze zien ons de volgende keer weer. Tuurlijk. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bye! Bye!